Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op sommige plaatsen in ons land is het al ronduit zonnig, maar in het noorden en ook in het zuidoosten komen nog wolkenvelden voor. Die gaan langzaam maar zeker wel wat breken, zodat ook daar de zon doorbreekt. Maar het meest zonnige weer hebben we in het zuidwesten in de ochtend. In de middag is het een verdeeld beeld met zon- en stapelwolken. Heel misschien valt er in het noorden van het land een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met een zwakke wind wordt het 22 tot 25 graden, een zomerse dag in het zuidoosten van het land. Vanavond is het dan weer op de meeste plaatsen droog. Temperaturen gaan langzaam omlaag en het weerbeeld verandert niet of nauwelijks. Veel stapelwolken zullen langzaam wat oplossen, dat wel. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we temperaturen die opnieuw boven de 20 graden uitkomen. Tot 25 graden tegen de oostgrens. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken, de zon schijnt wel. Maar er kan in de middag een enkele bui vallen. Met in het oosten van het land ook kans op onweer. De wind waait uit het zuidwesten tot westen. Ook op vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag en zondag zijn twee overwegend droge dagen. Maar op zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui duidelijk wel wat groter. Wat temperatuur betreft, weinig schommeling. Rond de 4,25 graden in het binnenland. Vooral op zaterdag kan het iets warmer zijn. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.